Deze maand draait in het archief een film over de Wolde. Maar waarom vinden mensen het leuk om te kijken naar oude beelden? Omdat deze beelden een fantastisch uh, tijdsbeeld weergeven. En mensen die herkennen zich, en het is een feest, uh, feest der herkenning, een, een soort ja, nostalgiegevoel creëer je hiermee. Zeker van de herkenning van de, van de postkoetsen of van uh, de, de, de oude cafés of, of van de mensen zelf die ze nog herkennen. Deze film is zo oud dat bijna niemand in Ruinerwold weet wanneer dit was. 1940. Na hevige sneeuwval ontstaat er wanneer de dooi intreedt een overstroming. Inwoners bouwen provisorische dijken of repareren doorgebroken dijken met zandzakken. Maar waar komen dit soort films ineens vandaan? Omdat steeds meer mensen op hun zolder filmbeelden zien, oude 8mm banden. En eigenlijk niet meer weten wat ze daarmee naartoe moeten. En wij vragen aan die mensen: gewoon, breng die beelden naar ons toe. Want wij vinden het heel belangrijk dat we niet alleen documenten in ons archief hebben, maar ook filmbeelden. Maar ook deze videobeelden uit 1980 van de heropening van de molen in de wijk zijn al historisch. Je zou denken dat is niet zo heel interessant. Maar het zijn beelden van de jaren 80, jaren 90, die misschien nu niet van toepassing zijn, maar over 40 jaar juist hartstikke leuk zijn. En videobanden is heel kwetsbaar materiaal. Als je vijf tot tien jaar niet gebruikt, ja, dan vergaan ze en dan zijn de beelden ook vergaan. Elk document dat nu wordt gemaakt, is over 50 jaar hartstikke belangrijk om een tijdsbeeld weer te geven. En dan is het dan aan degene die dan leeft, dan bepaalt of het, hij het interessant genoeg vindt om het ook te laten zien. Dus heeft u nog oude videobanden met films uit uw omgeving? Breng ze naar het Rens Archief.